Hallo, mijn naam is Menno Bentveld. Ik sta hier bij natuurgebied het Naardermeer. Het is een beetje mistig deze ochtend, maar dit is de plek waar we iedere zondagochtend ons radioprogramma Vroege Vogels maken. En ook regelmatig opnames maken voor Vroege Vogels TV. De inzendingen voor de wedstrijd hebben me eigenlijk wel verrast. Het niveau van de montages was in veel gevallen hoog en in sommige gevallen zelfs heel erg creatief. Het is inspirerend om te zien wat jullie met bestaande natuurbeelden hebben gedaan. En eigenlijk heeft het me ook wel aan het denken gezet, want zo kun je dus ook omgaan met natuurbeelden. Voor de derde prijs zijn er 3 genomineerden. De eerste is een goed en zorgvuldig verteld verhaal. Mooie spanningsopbouw, geweldige keuze van de fragmenten, speciaal voor het filmpje gemonteerde muziek en ook goed op die muziek gemonteerd. Het is Tempestas van Nicolle Schijns. De tweede kanshebber voor de derde prijs is iets totaal anders. Dit zijn niet zomaar mooie achter elkaar gezette natuurbeelden. Hierbij krijgen de beelden echt een meerwaarde. Het is kunstzinnig. Het is grafisch. Het is iets waar zeker niet alle natuurliefhebbers van zullen houden. My Nature van Tom Sterk. Bij de derde kanshebber is eigenlijk de hele collectie van de Stichting Natuurbeelden tot onderwerp gekozen. En dat is slim en simpel tegelijk, want je hebt geen verhaallijn nodig. Je neemt gewoon de mooiste beelden die beschikbaar zijn. Je krijgt een beetje een gevoel van de nieuwe wildernis. Leven de rivier, mooie bombastische muziek eronder. Kortom, de trailer Stichting Natuurbeelden van Stijn Philips. Drie kanshebbers dus voor de derde prijs. En eerlijk gezegd kwam de jury daar niet goed uit. We vonden ze heel verschillend en alle drie heel bijzonder. Uiteindelijk heeft de voorzitter van het bestuur van de Stichting Natuurbeelden gekozen. En de derde prijs gaat naar Tempestas van Nicolle Schijns. De tweede prijs gaat naar een intrigerende film. Eigenlijk zijn het gewoon een heleboel mooie shots achter elkaar. Maar er gebeurt iets bijzonders. Doordat al die shots eenzelfde filter krijgen, eenzelfde kleurcorrectie, komt er samenhang tussen de beelden. En het geluid daarentegen wordt juist losgeknipt. Het zijn harde overgangen, harde cuts, waardoor je heel erg in dat moment wordt gezogen. Het geluid hoort alleen maar bij dat plekje. Het krijgt daardoor iets mysterieus, heel sfeervol. En daarbij een prachtige vormgeving. De tweede prijs gaat naar sfeerimpressies van Melanie Dalebout. Met de eerste prijs kiest de jury voor een iets wat vreemde eend in de bijt. Ja, er wordt gebruik gemaakt van het materiaal van de Stichting Natuurbeelden. Maar nee, er ontstaat geen mooi natuurfilmpje. Er is zonder meer sprake van humor. Er wordt een origineel verhaal verteld. Er wordt een eigenzinnige visie op het beleven van natuur tentoongespreid. En de beelden krijgen zonder meer een meerwaarde. De winnaar van de wedstrijd Remix Natuurbeelden is De Wondere Wereld van de Natuur van Wisse.
De natuur. De natuur is een set van drie plekken ver buiten de stad. Namelijk de onderwaterwereld, de bos- en lommerrijke gebieden en de bergen. De twee voornaamste inwoners van de natuur zijn de plant en het dier. Planten zijn de rustige van het stel. Ze houden vooral van samen ritselen. Behalve gezellig is ritselen ook heel gezond. Daarom kunnen sommige planten wel 1000 jaar oud worden. Ouder dan bijvoorbeeld Gandalf of Mick Jagger. Dieren zijn de levendigste van het stel. Dieren zijn vaak wollig, gezellig, dikkig en doen de raarste dingen. Nu wordt u misschien enthousiast en wilt u zelf ook wel eens naar die natuur. Maar let op, de natuur is ontzettend slecht bereikbaar. Zo is er meestal geen vliegveld of station, zijn de wegen zeer beroerd en staat van alles in de weg. En als je er eenmaal bent en lekker bezig gaat, verdwijnt de natuur vaak weer. De natuur is zodoende bijna op. Mensen die van de natuur houden zijn praktisch altijd onderweg. Ze lopen in feite een beetje achter de feiten aan en kunnen de natuurpracht vaak enkel van afstand naturen. Een etymologisch verband lijkt hier niet uitgesloten. De natuur. Tanend, maar gezellig. Alle prijswinnaars heel hartelijk gefeliciteerd en alle deelnemers heel hartelijk bedankt voor jullie filmpjes.